De zachte krachten zullen zeker winnen. Naar volmaakte liefde stijgt alles mee. Wij gaan heel erg aan de gang met de islam. Dat is op dit moment voor mij cruciaal. Ja. Er moet een andere bejegening komen van de islam. Elke afscheidingsbeweging moet dan zien dat hij zijn eigen boek ophoudt, zeg maar. En ik denk, ja, zo lukt dat wel met één gemeente in Amsterdam de zaak gaande te houden. Maar dankzij Huub Oosterhuis en de mensen om hem heen is dat 50 jaar lang gelukt. Ik vind dat een prestatie van de eerste orde. Het is nu op het ogenblik zelfs een ecumenische kerklezer geworden, waar gelovigen van allerlei snit komen, protestanten ook misschien heel anders gelovigen en katholieke mensen. Daar gaan vrouwen voor, daar gaan mannen voor. Geen enkel probleem. In de stroom van 50 jaar zijn wij ons bewust geworden dat wij erfgenamen zijn van een ethisch visioen, een morele revolutie. Het is een eigen kerk. Het is toch heel wat anders dan nog daaronder die bisschoppen horen met hun kleinzielige gedoe. Een brutale figuur in zijn levenswandel. In die zin is het ook wel een moedige man. Jammer dan toch dat zijn teksten zo laf zijn. Maar laf dan bijna in de zin van zouteloos. Er zit niet genoeg zout in. Doodgewone mensen die reageren vooral op mijn liturgische teksten natuurlijk. Maar dan ook zo vaak en veel en diepgaand dat ik daar veel van terugkrijg.